Kun je je eigen ogen nog wel geloven? Dat is de centrale vraag in de nieuwe expositie Pixel Perceptions in de A-Kerk. Een tentoonstelling van Noorderlicht over de impact van kunstmatige intelligentie. Al het werk wat tegenwoordig allemaal kunstwerken, foto's worden gemaakt met AI. En soms heb je geen idee of het echt is of niet echt is. En daarmee komt de grote vraag, ja, ben je eigenlijk nog wel de baas van je eigen verbeelding? Van je eigen ideeën? En die grote vraag ligt overal achter het werk wat je hier ziet. Veel mensen zeggen, joh, dit is toch geen fotografie meer, dit is gewoon AI. En dat maakt het denk ik ook wel heel erg interessant. Ik heb ook niet per se het antwoord erop, zal ik eerlijk zeggen. Maar ik denk wel dat we het gesprek erover moeten hebben. Van, is het dan nog fotografie of iets, is het iets anders? Voor de expositie is samen met de Groningse Dovengemeenschap het kunstwerk Unheard gemaakt. Dat bezoekers zelf via gebarentaal kunnen activeren. Het activeert zich zo. Oeh, de hele vloer staat nu te trillen. Dit is bijvoorbeeld datarepresentatie. Je moet het goed doen, anders doet hij het niet. Het pronkstuk van de tentoonstelling is misschien wel deze gigantische tijdlijn. Je ziet hier het kunstwerk van Kate Crawford en Vladan Joler. Zij hebben 500 jaar techniek en kapitalisme uitgewerkt in 24 meter en in verschillende onderwerpen. Van 500 jaar geleden hier beneden tot aan bovenaan nu. Het is eigenlijk nog een levend kunstwerk ook. Er worden nog steeds dingen aan toegevoegd. Nou ja, ik heb er zelf toen ik het voor het eerst zag wel anderhalf uur naar gekeken. Het is zo'n intrigerend werk en je kan ineens allemaal verbanden met elkaar zien. En als je er eenmaal in zit, is het moeilijk om naar uit te komen. Niet alleen in de A-Kerk kan je de kunstwerken aanschouwen, maar ook in dit gebouw ernaast. In totaal zijn er werken van 32 kunstenaars. De tentoonstelling is tot 19 januari 2025 te zien. Dit is de crème de la crème van de kunstenaars die met AI werken. En verdomd, ze zeiden allemaal ja. Dus we hebben daardoor echt een hele bijzondere groep mensen weten samen te stellen. En die mensen zijn dus nu allemaal te zien in Groningen.